We zitten in de auto met meneer Hooghaard, die ons brengt om een project te bezichtigen. Meneer Hooghaard, naar welk project brengt u ons? Mami Charugono, een project. Sang. We meki bagal excelo. Nangawa 150 osso. Voor smaka abuan dak boven ede. Omdat te luku famigro. Mina Freeman Gromboy. En ja, presidra Pepe Ibe Libinoan Jari kande. Na 42 kande X. Zo voor osso ede noan Jari. Plak plak. En als aan dat no boonja opvoeden voor den team. Vooral in na Libi Makandra zou de no. En jong grond tapu. Voor steng. Moraal versie, mi ben suku jari gisma. Maar me shitak dat no ben sari. Omdat sole isa jari etang. Trasma e ja jari weg. Dus mi tekat ap mi. Fu bou oso gisma. En apro ek same gono. Mim taki taki mi. Mi fetangen eigenlijk hoe babi bij apresi en dan want den sandu het ak janna kondre de mij kies apresi fusoso maar te de mij sering na bumbigi prijs in elk geval to doro drape da osasi de oso du bo drape en a belangrijk sani na taki je bo oso en des mij pijfing en te pijf van sani de dinem chimoro. Je respect hem tomorrow, want je bloed en zweet gonen. Dat na een idee zou poti. En hoe denk dat we komen over naar dit project dus. Meneer Hooghaard, waar ligt dit project precies? Het project dus is naar Esperanceweg en Esperanceweg naar een zijweg voor nieuw weer gevonden weg. Eigenlijk heeft hij daar zelf ook. En van verkeer rustig binnen 10 minuten een kwartier die doordrapen. U zei 150 huizen, die zijn, staan er momenteel. Vanaf wanneer bent u begonnen met dit project? Komt dat hier eigenlijk met een toefase. Want voor aannemer die beginnen. Ik bedoel, ik ben dit man, we bouwen 75 of zo. Maar dan. Komt dat hier een man bouw ongeveer 40 afpassie. Dus, en ik ben jammer alle money. Dus, alle soort fassie, mijn fetti, leen ja, tek drape zo, voor me kassani. Dus, denk, tra 90 osso die me bouw nu, waarvan 70 woon klaar zijn. Dan gaan we tra aannemer, een man dat wel. Amam bouwde osso nang e egi moni. En me regel taki bangi e paya moni. Amam kiswan deel ba. Mi denk soneta bel misref, want amam go teken tra deel. Kijkers, we zijn zo op de plaats van bestemming. En daar zult u deze 150 huizen zien. Wij bevinden ons aan de rechterkant van het project waar de driekamerwoningen staan. We gaan samen met meneer Hooghaard naar binnen. En u mag ook gaan zien waar mensen al bezig zijn om hun woning mooi te maken. Deze woningen zijn ongeveer 72 meter groot. Ze hebben drie kamers. Een keuken, maar de mensen zijn hier nog bezig. Dus je ziet de keuken, kast en zo niet. Maar, ja. We merken dat de mensen al aardig bezig zijn in het project aan de woningen. Wat vindt u daarvan? Dus daarom zeg ik, zijn de flinke mensen. Ze geven het voorbeeld. Maar ik vind het jammer dat sommige mensen alles zo gelaten hebben. Boes ik gro, alle soort sanidad. Je hebt deze man ook zo. En ik neem me voor trekken, dat is ook dat in die trasma. Want
En wie na ten, lukken zij, je nog kan kiezen ook zo die prijs. Toch? Dat wie na ten, je nog wanneer de omgitterouwen. Dus zaterdag nogmaals heb ik de mensen opgeroepen naar CLO, 10 uur morgens. En dan gaan we daar met ze praten over hoe verder. In elk geval denk ik dat als vermisser die elektriciteit in orde maakt, waterleiding is er. Ik heb die brief voor wat betreft de straatnamen al gestuurd naar Binnenlandse Zaken. Dan kom ik. Mijn tak wansani, tak a president, die gevaarlijk voor ondersteuning van project DC kan gaan door. Omdat de eerste man aannemer die begin aan het project de Libo in de steek. En mijn taki a president, a brada dat tanya, a brada nou een sociaal brada. En altijd op eigen resantie. Dus ik hoor dat geen tangi toe. En ik denk dat het op het project officieel dat ze ook toe ja voor de smaakzita die het doel ook ook toe. Van welk materiaal zijn de huizen gemaakt? De Osodici maakt voor een soort materiaal per spons op. Spons, een soort spons, rub, een soort materiaal, mina benja, maar voor mij kan zorgen wel dat trouwens, ik ga trouwens abi, een materiaal dat plakken cement wordt een string, kon 10 centimeter, dus dat plakken ik gewoon voor de stoom, en daarop zitten die huizen gebouwd. Meneer Hooghaart, als parlementariër ook, welke oproep wilt u doen aan mede-parlementariërs of anderen die hiermee zitten en zo een project willen uitvoeren? Welke boodschap wilt u aan zulke mensen geven? Nou, ik ben van oordeel dat we niet moeten blijven praten, we moeten doen. Wie dan ook, toch, in die samenleving. En natuurlijk moet je ook de medewerking krijgen van de verschillende actoren in die samenleving. Dus nogmaals, ik ben dit project begonnen op instigatie van de president. Het is iets wat ik doe. Op Iduweg heb ik ook een project dat is heel mooi geworden. Dus we hebben natuurlijk ook een project voor Rijsdijk. Daar komen zo'n 600 tot 800 woningen misschien. De bedoeling namelijk nogmaals... dat mensen niet bij elkaar blijven hokken. Het is niet goed voor de kinderen. Is heb iets met piano op ching. Op ching flink ze doen zijn je baren. Die vuur doen ze hem zijn. Je vindt dat flink. Toen we wel weten mijn manier die jij naar konden. Dus vandaar. Ik ben opgegroeid in een prima grond. Lange jari. Alle soort zijn met me. Dus en ik vind dat ontwikkeling... bij ontwikkeling het belangrijk is dat je eigen hokje hebt. Vandaar dat ik dit soort dingen blijf doen. De huizen van de mensen die nog steeds overwoekerd zijn, wat gaat daarmee gebeuren? Nou, we gaan zaterdag praten met de mensen en ze aangeven dat er iets moet gebeuren. Als ze niets doen, trekken we die huizen in. Bestaat de mogelijkheid dan dat anderen in aanmerking kunnen komen? Ze zijn ingetrokken. Dan kijken we verder. Ik zal u wel zeggen dat er een lijst daar is van meer dan 200 mensen. En we hebben slechts 150 huizen.